NV Luchthavenbeheer werkt aan het transformeren van de Johan Adolf Bengel Internationale Luchthaven. Dit moet resulteren in het beter faciliteren van haar klanten. Dit zegt directeur Vijay Chutkan in gesprek met onze redactie. De directeur zegt dat het transformatieproces gepaard gaat met het vergroten van de ruimte van de luchthaven, omdat dit moet leiden tot het kunnen aanbieden van meer diensten. Meestal praat men over alleen een gebouw, maar het ging niet alleen om het gebouw, of het gaat niet alleen om een gebouw. Het gaat om dus een faciliteit waarin dus passagiers zo effectief en efficiënt mogelijk en zo geriefelijk mogelijk kunnen worden opgevangen. Een aankomst en vertrek met de nodige faciliteiten, units natuurlijk die wat te bieden hebben aan de passagiers en aan afhalers en afzetters. Het gaat dus om een parking space van minimaal 600 voertuigen, aankomst, vertrek. Het zou dus ook natuurlijk vanwege het feit dat wij dus internationaal opereren, dat wij dus ook moeten voldoen en blijven voldoen aan internationale veiligheids- en beveiligingseisen. Dat wij dus ook onze fence, onze schutting zoals we dat kennen, meenemen, 10 kilometer schutting om opnieuw op te zetten. Daar zijn we dus nog steeds bezig mee. Maar wij moeten ook de inspecties uitvoeren zoals dat verantwoord is. En daar hebben we dus uitgezet om een inspectieroute van plusminus 10 kilometer aan te leggen. Een van de prioriteitsdoelen tijdens deze transformatie is ook het aanleggen van een verbinding tussen de landing- en taxibaan. Een taxibaan is de baan waarop de vliegtuigen voortbewegen wanneer ze richting startbaan gaan of wanneer ze van de landingsbaan komen. Deze verbinding zal ook in het voordeel werken van de vliegmaatschappijen, omdat het vliegtuig minder brandstof gebruikt. Dus in het vooruitzicht is gesteld dat wij dus een taxibaan zoals we dat kennen gaan uitzetten van 2,7 kilometer om dus die connectivity op te zetten tussen de huidige baan en de taxibaan om dus vliegtuigen de mogelijkheid te geven om minder brandstof te gaan verbranden door dus sneller bij een slurf aan te komen, Airbridge. Het gebouw zou dan toch wel moeten kunnen faciliteren een x-aantal vliegtuigen. Wij hebben uitgezet om dus in het nieuw model uit te werken. Dus dat wij dus minimaal 4 slurven hebben. Waarom 4? Omdat je dus, we hebben een beetje gekeken naar de huidige situatie. En we merken dat 2 van onze klanten, 2 airlines, KLM en SLM, de grootste vliegtuigen afhandelen. 2 widebodies, dus we zouden 2 slurven moeten zetten voor 2 widebodies. En we zouden dus nog 2 voor de smaller, de narrow aircrafts proberen te plaatsen. Chutkan stelt dat aan deze transformatie van de Johan Adolf Bengel Internationale Luchthaven een goede communicatie en uitgebreid plan van aanpak aan vooraf gaat.